Dan Cavity, wie kent hem niet? Jurylid bij Holland's Got Talent en volgens mij nog een heel aantal andere talentenprogramma's waar hij jurylid is. Maar die was zo gecharmeerd van het optreden van de Hengeloze dansgroep Iron dat hij het bekroonde met een klap op de golden buzzer. Daarmee is het gezelschap onder aanvoering van coach en choreograaf Hani Andari rechtstreeks door naar de halve finale. En Hani is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat leuk dat je er bent. Ja, heel tof. Nou, een klap op een golden buzzer. Die had jij niet zien aankomen, kan ik me voorstellen. Nee, wel helemaal niet. Het klinkt natuurlijk heel cliché. Van, nee, had ik niet zien aankomen, maar... Maar dat verwacht je niet, laat we eerlijk zijn. Nee, dat verwacht je niet. Dat verwacht je nooit. En ik bedoel, het blijft nog steeds... Kijk, tuurlijk is het twee, maar het blijft nog steeds gewoon een optreden. En je hoopt dat het goed gaat. En als je erachter backstage bent, dan zijn die anderen nou ja, voor ons bezig. En je wat hoort denk even je, kruis... Fuck, die zijn ook goed. Toch? Nou, dat ook. Ja, je ziet allemaal... Ik bedoel, je ziet al mensen in de lobby zitten en denk je... Oh, die ziet er wel goed uit. En oh, wat zou die doen? Maar kijk, bij Holland's Got Talent weet je niet wat ze gaan doen. Maar wat je wel hoort is als iemand een kruis krijgt. Dus je zit erachter wacht, oh ja, dat je op moet. Ja. En bam, een kruis. En denk ik, oh nee, ik hoop niet dat wij een kruis krijgen. Dus ik had al een teamlid die naar me toe kwam. Hani, je denkt nog niet dat wij een kruis krijgen? En toen zei ik, nee joh, jullie zijn hartstikke goed. Het komt helemaal goed. Let's go. Ja, en dan Dan Cavity. Ik bedoel, dat is zelf danser, choreograaf. Die man die heeft verstand van dans. Zeker. Maakt dat uit in het feit dat hij die klap op die golden buzzer geeft? Nou ja, eigenlijk is hij wel echt degene waarvan wij een golden buzzer zouden willen hebben. Hij is ook meteen degene waarvan ik niet had verwacht. Omdat als ik kijk naar alles... Hij heeft de lat hoog liggen natuurlijk. Altijd. En het is iemand die heel veel houdt van commerciële dans. En ook vooral hiphop. En wij natuurlijk iets totaal anders. Dus hij was de eerste waarvan ik had verwacht van... Nah, ik voel hem niet. Weet je wel, het had meer zo moeten zijn. Maar in plaats daarvan ging ik 180 graden. En meteen erop. Ja, hij waardeerde het echt precies voor wat het was. En ja, dat was maar echt daar zeg je iets bijzonders. Hè? Hij waardeerde het precies voor wat het was. Met andere woorden... Jullie waren zelf wel overtuigd, dit is gewoon goed. Ja, absoluut. Ja. En dan is die klap op de golden buzzer niet meer dan een bevestiging van wat jij eigenlijk zelf al wist. Ja, of... nee. Nee, kijk, onderdeel van artiestschap is natuurlijk dat je gewoon in jezelf moet geloven. Yes. En dat doen we. Maar we hebben wel eigenlijk al die jaren doorgekregen van ja, het is wel een beetje apart wat jullie doen. Maar ja... We geloofden in ieder geval heel erg in wat wij deden. Ik geloofde ook heel erg in wat ik deed. We gaan zo even kijken naar wat jullie doen. We gaan eerst even kijken naar dat moment. Ja, waar we het net eventjes over gehad hebben. Cool. De klap op de golden buzzer. You guys take a different approach. And it's more artistic. But it's gonna... It's a different approach. Some people have a hard time understanding. But I do think you guys have the package. So I think I'm just gonna give you a little boost. Ja, it's a different approach, but I'm gonna give you a little boost. Ja, ja. Nou, daar mag je mee doen. Hey, die voorronde, dat is begin september was het op tv, hè, pas geleden. Maar de opnames waren eerder, toch? Ja, ik weet niet meer wanneer. Volgens mij ergens mei vorig. Doet er ook niet zoveel toe, joh. Maar een tijd geleden, ja, klopt. Hey, en zenuwachtig van tevoren? Ja, je gaf wel wat aan. Natuurlijk ben je zenuwachtig voor zoiets. Ja, heel erg. Nou... De aanloop was eigenlijk bijna meer dan een jaar. Want mijn vriendin, Esmee, die zegt al een jaar tegen me... Je moet je echt opgeven voor Holland's Got Talent. Jullie zijn klaar, je zijn ready. Dit is echt perfect. En nou, ik wil het niet doen. En vervolgens toen ik het voorstelde aan een groep, was de hele groep... Nee, dat moeten we niet doen. Daar zijn we helemaal niet... Een enorm afbreukrisico. Dat kan En het risico inderdaad is super kwetsbaar. Nou, we waren allemaal scheid. Nou, ik noem onszelf, ik weet niet of ik mag zeggen op radio... Ik noem onszelf, we zijn gewoon steeds scheiterds met z'n allen. Ja. Zijn we het allemaal? Is dansers een beetje eigen, toch? Ik weet het niet. Als je op het podium staat. Zeg je? Zelfkritisch absoluut is dansen. Nee, ja, maar nou ja, dat ligt vaak ook dicht tegen... Als zelfkritisch ligt dicht tegen faalangst te gaan. Ik bedoel, toch? Ja, misschien op het podium misschien niet, maar daarvoor... Ja, absoluut. Nee, iedereen is wel echt van tevoren... Iedereen voelt hem wel, zeker. Hey, we gaan nu even kijken naar wat jullie nou precies doen. Leuk. Want het is a different approach, right? So, ja, absoluut. Ja, dus dat moeten we even zien dan. Wat? Let's go. Um,
ik wil zeggen vet. Het was een heel korte snapshot natuurlijk. Ja, maar misschien, waar kijken we hier naar? Het is een hele energieke, strakke choreografie ook, dans. Ja, de dans heet Prologue. En de dans, de inspiratie voor de dans was voor mij het valse zelfbeeld dat we van ons hebben. Daar werk ik sowieso in het algemeen veel mee met onze dansers. Deze dans was daarin best wel een climax. Dat. Jonge dansers? Ja, nou, ze zijn jong begonnen bij mij. Maar ondertussen zijn ze allemaal 18, 19, 20. Dat bedoel ik. Ja. Oh, oké. Goed. Ja, dat is dan jong. Okay. Ja, op zich wel redelijk jong. Maar hoe zou jij zelf jullie dans omschrijven? Is het contemporary dance? Is dat een beetje... Ja, urban contemporary is zeg maar de term. Maar ja, als je dat gaat opzoeken en je kijkt naar andere choreografen, het lijkt niet eens op elkaar. En dat, zeg maar, contemporary betekent ook hedendaags. Mm-hmm. En hedendaags is ook de mix van alle dansstijlen die nu wordt gedanst. Dus als ik het jou vraag, als jij zelf een omschrijving zou moeten geven van mijn dans doen. Ja, okay. En van jouw choreografieën. Ja. Nou, dat is absoluut een mix van zowel modern als hip-hop. En dat is de makkelijkste manier om het te beschrijven. Maar ja, elk nummer geeft een andere inspiratie. En hier was zeker martial arts een bron van inspiratie voor deze dans. Nee, als je luistert naar een nummer, dan is het ook zeker iets wat ik hoop dat het jou ook geeft. Nou ja, dat is eruit gekomen. Ja, gaaf. Hey, en als ik vraag naar de inspiratie, want jij bent choreograaf en niet alleen danser, maar jij maakt ook de dansen. Ja, zeker. Waar trek jij hier zat een thema in, gaf je al aan, hè? Ja, klopt. Is dat bij al je dansen zo? Putje, hoe werkt dat bij jou? Ja, het begint altijd met muziek. En vanaf daar is daar een heel proces van enorm erg je gevoel volgen. En meer dan dat kan ik ook niet over zeggen. Het is gewoon heel gevoel van geloof in jezelf. Lekker gewoon vaag. Ja, het is lekker vaag. Het spijt me. Ja, ik had eigenlijk liever kunnen moeten zeggen. Ja, ik begin maar. Misschien, want jij bent danser. Je hebt een dansopleiding gehad. Ja. Wat is dans voor jou? Ja, dans. Voor mij is een middel, niks anders dan een middel. En dat kan ook alles zijn. Maar voor mij is een middel om vrij te zijn. Expressiemiddel ook? Ja, absoluut. Taal? Ja, absoluut. Kan jij... Ik heb je nou een paar vragen gesteld. En ja, dat is een beetje zoeken naar. Is het voor jou makkelijker om in dans uit te drukken wat je vindt, voelt, denkt? Nou, soms wel. Ik bedoel, ik ben niet vies van woorden. Voel me best wel oké mee. Maar dat is de reden waarom ik voor dans heb gekozen. Waarom ik die switch heb gemaakt om daar volledig op te storten. Absoluut een expressiemiddel. En het gekke is, ik kan op de een of andere manier niet helemaal beschrijven waar de dansstijl op gebaseerd is of zeg maar wat ik doe. Maar op de een of andere manier, iedereen die het danst, iedereen die het ziet, voelt het wel. En dan communiceer je toch iets. Je hebt een eigen studio, hè, geloof ik. Dus dansstudio X-Dance. X-Dance, ja, klopt. En dit is een groep uit jouw dansstudio, Iron. Klopt. Waar komt die naam vandaan, Iron? Waarom Iron? Iron komt van de eerste naam van het eerste nummer waar we op hebben gedanst. Toevallig van dezelfde artiest als Prologue. En dat nummer is ook heel gewelddadig. En dat begon als een moderne dansgroep. En ik zei ook in het begin, ik wil het beeld van moderne dans veranderen. En alle moderne dansgroepen zijn vrij ambitieus. Vrij ambitieus. Ik wil het beeld van moderne dans veranderen. Maar dat is nodig, vind je ook kennelijk? Oh, absoluut. Want? Omdat het beeld van moderne dans enorm achterhaald. Ik bedoel, het is 2023. De wereld is al lang daaraan voorbij gegaan. Maar wanneer begint de moderne dans dan? Waar hebben we het over? Na de Tweede Wereldoorlog? 1950, moderne dans is eigenlijk meteen na ballet gekomen. En ja, mijn dansgeschiedenis is niet zo goed, sorry mensen. Maar het is in ieder geval meer dan 20 jaar voordat ik was geboren. Ja. En nu, ik bedoel, hip-hop, alle urban stijlen, alle stijlen die tegenwoordig zijn, hebben al lang een weg gevonden in alle andere dansstijlen. Ze zijn eigenlijk gevestigd geworden. Absoluut. Ja. En jij wil iets nieuws toevoegen aan wat er al is. Heel erg, ja, heel en graag. En tegelijkertijd put je ook uit die bronnen. Oh, zeker, ja. Ik bedoel, Wat maakt die toevoeging die jij doet in de moderne dans? Kan je aangeven wat daarin aanvullend, uniek, anders is dan anders? Ja, nu zet je me echt op de spot. Ja, snap ik. Nou, wat voor mij heel belangrijk is dat het ook iets krachtigs en energies kan zijn. En toch kan spreken. Want iets waar een goede hippelvriend van mij die zegt van ja, ik hou niet van moderne dans. Het is allemaal te aanstellerig voor mij. En dat is inderdaad het beeld dat heel veel mensen hebben. Niet dat iedereen aanstellig vindt, maar het is heel mooi en heel lang. En je moet er lange benen voor hebben, je moet er heel lenig voor zijn. En je moet, alles moet prachtig zijn. En ik zeg altijd, als je mij danst, je komt niet om prachtig te zijn. Je komt hier om te voelen en om te gaan en om te vechten. En en ik hoop dat als mensen naar de dans kijken, dat ze ook echt iets voelen. In plaats van
drama. Die energie zit er wel erg in. Hè? Bij jou ook, als je erover praat. Ja. Dan hoor ik vechten, knallen, ervoor gaan, ja. Energie. Ja, absoluut. Heb jij kleine, rustige dansen ook? Of is het bij jou allemaal... Zeldzaam. Zeldzaam. Wel af en toe. Maar het heeft ook te maken met hoe ik me voel op dat moment. En voor mij is het dagelijks leven wel echt strijden. Dus dan komt het ook uit. Ik ook. Waar komt dat vandaan, dagelijks leven strijden? Waarom? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk... ik heb vroeger toen ik jong was... Ja, dit wordt wel heel persoonlijk. Maar vroeger toen ik jong was op de basisschool heb ik echt heel veel gevochten. En dat is op een gegeven moment voorbij gegaan. Maar ik weet niet, misschien zit er gewoon nog iets in mij... om nog steeds te strijden, te vechten. En het is niet dat ik zo extreem competitief ben. Maar toch op het moment dat ik dans, komt er iets naar boven. En ik vind het heerlijk dat ik dat met dans zo kan doen. Ja. Hey, die halve finale... Ja. Ik wou zeggen, daar gaan we naartoe. Maar dat is natuurlijk onzin. Voor jullie is het al geweest. Ja, oké. Ja, klopt. Ja, en? Het is al geweest. Ja, spijt me. Ik kan er niks meer over zeggen. Anders krijg je problemen. Oké, maar zeggen, daar kun je wel. Maar dan mag je natuurlijk niet snappen. Klopt, ja. Mag niet. Ja, wanneer kunnen wij meemaken wat er van die halve finale wordt? En van jullie? Als het goed is... Ze kon niet met zekerheid zeggen, want als het goed is, 20 oktober. Ja, dan... Dat is het. Dan moet je tot 20 oktober gewoon je mond houden. Mag je nog niks zeggen? Nou, deels erger. Dit voor 1 september was veel erger voor ons. Ja? Want we mochten niks zeggen überhaupt aan iemand... dat we überhaupt hebben meegedaan aan het programma. Okay. Dus wij elke maar verdwijnen en kapot zijn... en op niemand reageren, omdat wij zo hard mee bezig waren. En nu kunnen we eindelijk... We konden eerst al zeggen dat we mee hebben gedaan. Nou, dat was een maandje terug. En nu kunnen we eindelijk delen en zeg maar, nou ja, de vreugde delen... van wat we daar hebben gedaan. Dat is echt heel fijn. En dan is het voor ons even afwachten wat hoe het verder gaat. Ja, hoe het verder gaat. Ja. Nou, met die cliffhanger gaan we afscheid van je nemen. Hani Andari, dankjewel dat je hier was. En Cupus Posted, hou ons op de hoogte. Vertel wat het geworden is. Zal ik doen. Heel bedankt dat ik mocht komen. Dankjewel.